houd dit vast, houd het vast. Sorry jongens, sorry. Yes, mijn naam is Rico Verhoeven. We zijn vandaag bij de Zapsport at School Workout. En voor degenen die mij niet kennen, dit is wat ik doe. Nu jullie weten wat ik doe, ga ik er natuurlijk vanuit dat jullie allemaal gaan meedoen. En zoals je ziet, ik heb oranje aan en dat is natuurlijk niet zomaar, want deze workout staat in teken van de koningsspelen. We gaan 5 oefeningen doen, dan hebben we even rust en daarna gaan we nog een keer 5 oefeningen doen. Maar deze Zapsport at School workout is natuurlijk helemaal niets als ik hem alleen doe. Daarom heb ik een hele groep met toppers achter me bij. En als eerste hebben we deze topper. Ik ben Mohamed, 11 jaar en ik hou van voetbal. En als tweede hebben we... Hoi, ik ben Vasilike, ik ben 11 jaar en ik zit op taekwondo. En met deze derde jonge dame willen we echt niet zollen, want... Hoi, ik ben Safa en ik ben 11 jaar en ik hou van kickboksen. En de volgende is... Hoi, ik ben Demi, ik ben 11 jaar en ik hou erg van buitenspelen. Onze volgende jonge dame houdt ook heel erg van sporten. En dat is... Hoi, ik ben Romy en ik ben 9 jaar en ik hou van turnen. En als laatste, maar zeker niet de minste, maar naar mijn mening echt zeker weten de gevaarlijkste, dat is... Hoi, ik ben Esme, ik ben 8 jaar en ik hou heel erg van zwemmen. Jullie kijken natuurlijk van superveel scholen, kijk allemaal tegelijkertijd mee. En kijk, wij hebben al de ruimte. Dus de allereerste workout voor jullie is... Hou alle stoelen en tafels zo snel mogelijk opzij. Jullie krijgen 20 seconden de tijd en die tijd gaat nu in. Let's go! Het is wel lang, zeg. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Ja, kijk, top. Goed werk. Nog een beetje aan de zijkant. Ja, top. Iedereen op zijn plaats. Want dan gaan we nu echt beginnen. Alright, dus de eerste oefening die we gaan doen. Dus we gaan wat wijder staan. Doen jullie mee, jongens? Ja, top. Onze tenen wijzen naar jullie toe en jullie tenen wijzen naar ons toe. Wat we gaan doen, we gaan als allereerst rustig naar voren. Rustig inademen, neus in, mond uit. En we komen weer omhoog. Staan. En we gaan met z'n allen voor jullie naar links. Wij gaan naar rechts, voor de kijkers gaan we naar links. En omhoog. Even aan de andere kant. Adem in. Hou je benen goed gestrekt. Kijk, perfect. Dus nu gaan we wat meer in beweging komen. Dus wat we gaan doen, is we gaan touwtjes springen in de lucht, maar zonder touwtje. En daar gaat hij. En spring maar. Juist. Ja, goed bezig. Hou vast, hou vast, hou vast, hou vast, hou vast, hou vast, hou vast. Oeh. Oké. Ik denk dat we warm zijn en dat we klaar zijn voor de workout. Nou staat deze Zapsport at School workout natuurlijk in teken van de koningsspelen. Dus de allereerste oefening, knielen voor de koning. Dus doen we hop, 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 hop. Knielen voor de koning. Andere kant. Hop, hop, hop. Knielen voor de koning. We doen elke oefening doen we 1 minuut lang. En de tijd gaat nu in. Daar gaat het. Stap en terug. Oh, hou je balans. Stap en terug. En weer. Stap en terug. Stap en terug. Ja, zo gaat hij goed. Zoek je balans. Spanning op je buik. Bezig. Oké, we hebben hem door. Oké, nu gaan we hem voor de koning doen. Ja? Met dat handje erbij en knielen voor de koning. Andere kant, handje erbij, knielen voor de koning. Andere kant, knielen voor de koning. Hou vol. Ja, ja, gaat goed.
1, 2 en zakken. 1, 2 en zakken. We zijn er bijna. En zakken. En zakken. En zakken. Laatste. Ja, supergoed. Met deze oefening train je vooral je benen. Dat heb je vast wel gevoeld. Dus het is een hele goede oefening om mee te beginnen. Maar nu gaan we naar oefening nummer 2. En de volgende oefening, ja, dat kan natuurlijk niet anders als ik lesgeef, is een boksoefening. Je mag je voeten optillen en dan gaan we stoten. En dan gaan we tussendoor met versnellingen doen. En dan ga ik samen laten zien met Mohamed. Kom erbij. Handen hoog. Klaarstaan. Nog 3, 2, 1. En dan gaat hij beginnen rustig. Beginnen rustig. Hou vol. Goed, zo lekker oefenen. Lange armen maken, niet dit doen. Lange armen. Klaarstaan. En daar gaat hij. Nog 10, 9, 8, 7. Sneller. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, en rustig. Even op adem komen. Neus in. Mond uit. Klaarstaan. Versnelling nummer 2. En daar komt hij. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zo. Neus in. Mond uit. En dan komt de laatste. Vol gas. Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Sneller, kom op. 4, 3, 2, 1. Oeh. Lekker, man. Goed gedaan. Neus in. Mond uit. En onze derde oefening is denk ik wel een van de zwaarste die we hebben. Maar daarvoor heb ik dus ook de sterkste, denk ik, van de groep nodig. Dus Esmee, zou even naar voren willen komen? Want onze volgende oefening is opdrukken. Zou jij het eens willen laten zien hoe we dat gaan doen? Nou, laat maar zien dan. Wow. Nou, ik kan hier niks meer aan toevoegen. Esmee, ja, hartstikke goed, dankjewel. Esmee voelt hem supergoed uit. Dus, ben je er klaar voor? Nou, laten we van start gaan dan. Oké, klaarstaan. Gaan we in opdrukstand staan. In 3, 2, 1. Daar gaat hij. En omhoog. Goed zakken. En omhoog. Hou vast. Hartstikke goed. Kijk. Kijk, en wat ook vaak helpt, is dat je soms even naar links en naar rechts kijkt om een beetje motivatie te krijgen van misschien dat je anderen ziet die het zwaar hebben. Dat je denkt, oh, ik ben niet de enige die het zwaar heeft. Maar krijg je het nou echt zwaar? Denk je, oh, ik kan niet meer, ik kan niet meer. Even die knieën op de grond. Maar we gaan toch door. We gaan toch door, want we stoppen niet. We geven niet op. Hou vol. Oh, wat ga je goed, Esmee. Niet normaal. Knap, hoor. Laatste. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Ja, top. Zo, wat heb je dat goed gedaan, zeg. Niet normaal, jongens. Dit was echt heftig. Super zwaar. En jullie hebben het allemaal gedaan en afgemaakt. Trots op jullie. Ga nu weer lekker een beetje loskomen en wat meer bewegen. En daarvoor ga ik hulp vragen aan Damien. Kijk, topper. Fijn. Armen langs je lichaam. Dan springen we omhoog. Hup. Hand bij elkaar, been uit elkaar en weer terug. Hup, hup. En dat dan wat sneller. Hup, 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 hup. That's the way to go. Jumping jacks. 1 minuut. Zijn we er klaar voor? Daar. Ja, goed bezig. Belangrijk is, als je zo bezig bent, is dat je goed blijft ademhalen. Neus in. Mond uit. Neus in. Mond uit. Heel goed. Oké. Okay. Hartstikke goed.
Gaan we een heel klein beetje versnellen nu. Gaan we sneller. Sneller, sneller, sneller. Sneller. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Oh, wat goed zeg. Hou vol. En niet stoppen. We gaan door, we gaan door, we gaan door. We zijn er bijna. Nog 5. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oeh! Ging niet goed? Zo. Ik snap waarom jij zo houdt van buiten spelen, want je bent super fit. Goed, man. En de laatste oefening die we gaan doen voordat we zo pauze gaan nemen, is de walkouts. Ja? We gaan ons lang maken. Armen naar beneden, naar beneden, naar beneden. Lopen, 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 lopen. Hup. En we lopen, 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 lopen. Weer terug. Maar we gaan hem extra speciaal maken. En hoe gaan we dat doen? Door middel van een papiertje en een pen. Op het moment dat we helemaal gestrekt staan, ligt daar een papier en een pen of een stift. En gaan we een mooie tekening maken binnen die minuut. En die tekening maken we voor de koning. Dus ik geef jullie nu 20 seconden de tijd om een stift of een pen te pakken en een papiertje. Klaarstaan. Esmee, neem er ook eentje mee voor mij alsjeblieft. En go! Oké. Okay. Dankjewel, lieverd. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Zijn we ready? Ja. Toppers. Oké, klaar. En dan gaat hij. Lang maken. Ademen naar beneden, naar beneden, naar beneden. Lopen, lopen, lopen. Hup, hup, hup. Ja. Pak je stift. Oké, leg terug. En dan gaat hij weer. Naar boven, naar boven, naar boven, naar boven. Oh, ja, zwaar, hè? En dan gaat hij weer. Naar beneden. Lopen, 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 lopen. Pak je stift. Oké, en weer terug. En weer strekken. En dan gaat hij weer. Lopen, lopen, lopen. Pak je stift op. En terug. En staan. Oké, jongens, pak die tekening even op. Ik ben heel benieuwd wat jullie gemaakt hebben. Ik kan niet heel goed tekenen, dus ik heb mijn best gedaan. Wat heb ik gedaan? Ik heb een kroon getekend. Laat even jullie tekeningen zien, jongens. Wijs even naar voren. We hebben 5 oefeningen gedaan en we hebben nu even pauze. Nou, we hebben goed ons best gedaan. Dus ik zag dat hier, wij gingen als een malle. We hebben echt geknald. Dus dat is de allerbelangrijkste les eigenlijk die ik aan jullie mee wil geven. Het is zo makkelijk om te stoppen en om op te geven. Alleen, ja, stoppen en opgeven, dat kan natuurlijk iedereen. Het heeft eigenlijk allemaal te maken met een stukje verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Dat je gaat zeggen, ik ga dit doen. Ik ga dit doen en ik laat dit door niemand afpakken. Dat is heel belangrijk. Dus wat andere mensen er ook van vinden, als jij het graag wil, moet je het gewoon gaan doen. Ik denk dat we weer klaar zijn voor de volgende 5 oefeningen. Let's go! En onder onze volgende oefening ga ik deze jonge dame met een hele mooie naam. Vasiliki, wil je naar voren komen alsjeblieft? Ben je er klaar voor? Heb je er zin in? Alright, laten we het doen dan. We gaan eerst een beetje bewegen, bewegen. En we gaan naar links. En we gaan naar rechts. Links. 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 Rechts. Rechts. Links. Rechts. Rechts, links, rechts, nog een keer links, en we gaan naar rechts, en naar links, laatste 10 seconden rechts, en links, en rechts, en links, en rechts, en links, en rechts, en links, links, rechts, rechts. Super goed gedaan. Oh,
sporten is natuurlijk heel zwaar voor je benen, merk je, voor je conditie, maar het is vooral ook heel erg leuk. We hebben allemaal een bal, pak een bal vast. Ja, we hebben die bal vast. Je gooit die bal in de lucht en we gaan... Pop. Gaan we eigenlijk hoog houden. Alright, klaar. Hou die bal vast. Daar. Hop, ja, dat gaat goed. En weer zo. Pam. En een knietje. En een knietje. En een knietje. Knietje. Oh, ja, ik heb hem ook. Hop, kijk, ja. Oh, ik leg hem in mijn nek. Zie je dat? Zie die bal liggen? En dan gooi ik hem weer. Hop, omhoog. Hop. Ik heb het allemaal op televisie gezien. Ik weet niet hoe het moet. Pam. En nu ben ik ineens, ik ben een keeper. Pam, ik hou de bal tegen. En ik hou de bal hier ook tegen. Oh, en ik heb de bal. En, oh, de bal komt in de hoek. En ik ga hem pakken. Ja, let's go. Pam, ja, ik heb hem. En staan. Oh, en ik ga weer omhoog. En de andere kant. En een knietje. En pop, op je hoofd. Hop. Nog 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Nog 1. Oké. Zo. Het is best wel vermoeiend dat hoog houden in de lucht zonder echte bal. Moet je nagaan hoe zwaar het is als je wel met een bal doet. Wat we nu gaan doen, is we gaan planken. Ik denk dat je dat ook heel goed kan. Weet je wat plank is? Gaan we even laten zien. Gaan we zakken. Doe allemaal gelijk mee. Gaan we even zakken. Gaan we naar voren. En op je onderarm staan. Ja, heel goed. Je doet het al gelijk hartstikke goed. En dat is hem. Blijven we gewoon zo staan. Ja? Planken maar. Ja, heel goed. Blijven staan. We gaan dadelijk een beetje afwisselen. Want dit is natuurlijk wel heel saai om de hele tijd 1 minuut zo te blijven staan. Dus, als ik het zo zeg... Gaan we ineens opzij draaien. Hop, mag je op de zijkant staan. Ja? En anders dadelijk de andere kant. Andere kant, zijkant. Kijk, klaar. En draai maar. Op je zijkant. Ja, goed zo. Blijf staan, hè. Blijf staan. Check of jullie een beetje goed benen. Buikspieren. Oh, zo hé. Buikspieren zijn goed aangespannen. Ja, pop. Ja, keihard. We zijn er bijna. Hou vol. Span je buik aan, jongens. Hou vol de laatste 10, 9, 8, 7, 6, kom op. 5, goed zo. 4, 3, 2, 1. Ik ben kapot. Jij niet? Ja, gaat goed, hè? Super goed gedaan. Dit kon je net zo goed als het opdrukken. Dank je wel. Wat we gaan doen? Jullie allemaal mee? Zakken door. Gaan we in een opdrukstand, in een push-up stand staan. En wat je dan doet, is je tilt je knie op naar je borst. En weer terug. Knie op naar je borst en terug. En dat gaan we dan hup. Steeds iets sneller. Ja? Dus we gaan naar de top van die berg. Dat is het allerbelangrijkste. En we stoppen niet totdat we er zijn. Oké? Daar gaat ie. Ja, goed zo. Hou die billen laag eens mee. Billen laag. Ja, goed zo. Knieën goed naar je borst. Goed bezig. Oh, nou wordt die zwaar. We gaan door de modder. Heel veel modder op die berg. Maar dan komen we doorheen. En, oh, we zijn er bijna. Maar op de top van die berg ligt natuurlijk heel veel sneeuw. Dus het wordt glad. En het wordt weer zwaar. Ga door. We zijn er bijna. Nog 10, 9, 8, 7. Tikje sneller. 5, 4, 3, 2, 1. Oef. We hebben het gered. Handen omhoog, jongens. Waarom? Want we zijn kampioenen. We staan boven op de berg en we geven nooit op. Maar we gaan wel door naar de laatste oefening. De laatste oefening die we gaan doen, gaan we natuurlijk all out. We gaan alles geven.
Ik heb de kinderen allemaal alvast helemaal klaargezet. Want dat gaan we doen. We gaan sit-ups doen. Wat zijn sit-ups? Is voor onze buikspieren. Kin op je borst. Omhoog. En aanspannen. Ja? Ben je samen in een groepje, kom je omhoog. Pap, high five. Pap, high five. Ja? Zijn we er klaar voor? 1 minuutje. Daar gaat hij. Pap, high five. Pap, high five. Kom op. Pa, high five. Hou vol. Goed die buikspieren aanspannen. Pa, high five. Pa, high five. Ik ga snel aansluiten. Hop. Ja, daar gaat-ie. Hop. Hoppa. En weer. Hoppa. En weer. Hoppa. Lekker tempo, man, hè. Hop, en weer. Hop, supergoed. Ga door. Hop, ik sluit aan. Bij jullie. Oeh. Ga door. Oh, zo, hé. En weer, hop, en weer, hop, en weer, hop, goed bezig dames, hop, hop, en ga door, hè. Ga door, ga door, kom maar jullie, nee, hop, ja, ga door, niet stoppen, ja, hoppa, en weer, ah. Hop, hey, niet je handen gebruiken, SB, kom op, niet je handen gebruiken, ja, goed zo, kom op, nog 2, ah, nog eentje, hoppa, oeh. Lekker bezig, jongens en meiden. Oh, man. Lekker staan. Nou, wat wel heel belangrijk is, dat we nu, nadat we eigenlijk een goede workout gedaan hebben, goed warm zijn, natuurlijk weer lustig het lichaam laten afkoelen. Even losgooien, 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 losgooien. Oké, doe nog even draaien met die heupen. Ze hebben helemaal je lichaam recht. Even draaien, even losgooien. En draaien. En andere kant op. Draaien. Oké. Nou, als allereerst wil ik een keihard applaus voor jullie zelf. Super goed gedaan, jongens. Ik ben trots. Jullie kunnen deze video natuurlijk nog terugkijken op YouTube. Dus we gaan hem eigenlijk gewoon afsluiten. Oh.